De stichting Volkshuisvesting van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting moet een grotere rol gaan spelen in de gemeenschap. Zo moet de stichting in staat zijn huizen te bouwen en te renoveren ten behoeve van de burgerij. Dat meent minister André Misikaba. De Nationale Assemblée heeft gisteren de huurwet woonruimte 2018 in een openbare commissievergadering in behandeling genomen. De initiatiefwet is ingediend door de assembleeleden Jennifer Simons en Rosalie Cotino. In de nieuwe wet is de positie van de huurder en de verhuurder beter op elkaar afgestemd dan in de bestaande wet. Volgens Misikaba is de stichting Volkshuisvesting in staat marktconforme huizen te bouwen en de competitie aan te gaan met andere bouworganisaties. We hebben ruim 650 woningen landelijk die onder huur staan. En die huurbedragen zijn niet eens meer sociaal, bijna moet ik zeggen asociaal, omdat mensen nog 60 SRD per maand betalen voor die huurwoningen van de stichting en toch niet betalen. Dat is de realiteit. En het is geen realiteit van Bouterse 1. Volgens mij, en we kunnen de cijfers overleggen, als ik me niet vergis en ik kijk naar de trend, dan moet ik zeggen dat waarschijnlijk men nu beter betaalt vanaf 2010 dan voorheen. Men betaalt de huur niet. En iedereen komt huizen zoeken bij de stichting, want de stichting zou eigenlijk een soort van revolverend fonds moeten zijn, die steeds opnieuw kan bouwen. Natuurlijk kan de stichting kan gaan lenen. Kortom, geacht college, laat mij u zeggen dat de politiek een uitspraak moet doen van wat zij wil met Stichting Volkshuisvesting in Suriname. Simons is blij dat het woningbouwfonds binnenkort operationeel wordt. Zij vindt dat Volkshuisvesting via dit fonds ook huur- en koopwoningen moet kunnen bouwen. Ze staat volledig achter een nieuwe rol voor de stichting en is het eens met minister Misikaba dat een politiek besluit moet worden genomen. Ik wil de minister alvast heel erg bedanken, want hij heeft ook heel scherp en duidelijk aangegeven de situatie die we hebben op dit moment, die we hebben gehad. En ook heel duidelijk zijn vraagpunten neergezet en ik wil hem ondersteunen op het gebied van de Stichting Volkshuisvesting. Dat de Stichting Volkshuisvesting, als ik daar een insteek moet geven minister, is bijzonder belangrijk. Omdat het natuurlijk de overheid de kans geeft, als het goed wordt aangepakt, om daar waar behoefte is en daar waar de overheid vindt dat er misschien bepaalde ingrepen moeten worden gepleegd voor huisvesting van speciale doelgroepen, dat de overheid daar die gelegenheid heeft om het algemeen beleid duidelijk te maken aan de stichting, die het dan zelfstandig kan uitvoeren. Alleen moet inderdaad de stichting daarvoor omgevormd worden en moet de stichting huizen verkopen? Eigenlijk zou ik willen zeggen, ja, laat de stichting alles verkopen en opnieuw beginnen. DNA-voorzitter Jennifer Simons gisteren in DNA. Het parlement heeft gisteren de huurwet woonruimte 2018 in openbare commissievergadering in behandeling genomen.